Ole Tobias, je wist dat een keer het moment zou komen dat je tegen een nederlaag aanloopt. Ik denk dat alleen de score enigszins pijnlijk uitvalt. Ja, dat zeker. Inderdaad, verliezen kan altijd, maar niet op deze manier. Als ik zie ook hoe we met z'n allen falen vandaag, ja, dat is gewoon een totale off-day. Ja, dan kun je over tactiek praten, maar als ik zie als we 3 standaards tegenkrijgt, als ik zie via een ingooi iemand vrij op de 16 kan komen, vrij kan schieten, als ik zie hoe we de tweede helft beginnen met een bal die we zo inleveren, ja, dan kun je over tactiek praten, maar ja, dat is gewoon niet goed genoeg. We moeten gewoon met z'n allen goed in de spiegel kijken, ja, hoe het niet moet in ieder geval. En dat hebben we vandaag laten zien, op een keiharde manier. Maar dat wil niet wegnemen, dat we nog steeds gewoon een goede seizoenstart hebben gehad. En dat moeten we absoluut niet vergeten, maar vandaag was absoluut niet goed genoeg, nee. Ik had in die eerste helft nog het idee dat het qua spelbeeld niet eens zo heel veel elkaar ontliep, maar dat zij gewoon dodelijk waren in de afronding, waar dat bij Almere net niet het geval was. Nee, maar daarom zeg ik ook, je krijgt 2 corners tegen, je krijgt een ingooi waar die vrij op 16, ja, dus dat, ja, dat is niks met tactiek te maken, dat is gewoon in duels komen en daar komen we niet. Ja, en ja, ja, dan is het voor een trainer op dat moment een beetje onverklaarbaar. Ja, op dat moment, ja, dan wordt het dan 3-1. Ja, dan loop je een beetje achter de feiten aan. En dan wordt het 4-1. Dan wil je, hoop je in de rust om bepaalde dingen anders, net even wat anders te doen. En dan krijgen we zelf een grote kans met de Lions eigenlijk net naar rust, waar je geen 2-4 maakt. Dan heb je nog een klein hoopje om terug te komen. Maar ja, daarna maken we zelf een hele grote plunder op middenveld. Ja, dan in één keer staat het 5-1. Ja, dan is het klaar. Heb je daarna ook ervoor gekozen om juist te gaan wisselen, om jongens ook te gaan sparen richting volgende week en geen risico meer te nemen? Nou, we hadden natuurlijk een paar die terugkwamen van blessures, dus die heb je wel beschermd. Rijn met het gele kaart, we hebben natuurlijk ook niet een schorsing, dat hij een schorsing oploopt. Maar op een gegeven moment is het schade beperkt houden. Ja, we kwamen nergens in het duel. We wilden geen tweede ballen. We konden de bal niet vasthouden. Ja, dat was gewoon een totale off-day. Ja, of we überhaupt zin hebben om die wedstrijd terug te krijgen. Natuurlijk ga ik hem terugkijken. Maar we moeten nu even dit even bewerken de komende dagen. Maar ja, volgende week zaterdag staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma tegen Go Ahead. En dan moeten we weer klaarstaan. Ja, want 7-1 is een uitslag die pijn doet. Is dan het voornaamste om nu mentaal je even op te laden en zorgen dat je er volgende week staat? Nee, klopt. 7-2. We hebben misschien een belangrijk doelpunt gemaakt op het eind met Damon. Sorry, 7-2, ja. Maar goed, inderdaad. Dat komt heel hard aan. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar ja, verliezen kan altijd hier. En er moest ook 1 keer gebeuren, het verliezen. Dat hebben we ook net gezegd in de kleedkamer. Nu hebben we ook een keerzijde van de medaille gezien. Wat dat wil zeggen om verliezen. Had je niet gehoopt dat het op zo'n manier zou gebeuren natuurlijk. Maar ja, het doelstal is iets minder geworden. Maar het is maar 3 punten wat je verliest, ook vandaag. En volgende week moeten we weer staan om weer een goede reeks neer te zetten. Dankjewel, veel succes.